Goedemorgen. Ik ben Yves, daar straks aangekondigd als de Alice in Wonderland van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Ik mag al 3,5 jaar door Vito lopen en daar nadenken over de relatie tussen sociale wetenschappen en technologie. Ik wil vandaag iets vertellen over klimaatuitdagingen in steden. En ik wil daar naar kijken vanuit een systemisch perspectief. Dat de klimaatuitdaging heel groot is, daar vertel ik niks nieuws mee. Wat mij wel fascineert, is dat de klimaatuitdaging globaal is en dat het dus eigenlijk over onze aardbol gaat. En als je aan mensen vraagt om te vertellen hoe de aardbol eruit ziet of om die te tekenen, dan krijg je meestal iets dat hierop lijkt. Een bol met groen, wit, blauw, heel veel blauw. Maar op dit plaatje zijn steden niet zichtbaar. Die steden komen hier op geen enkele manier in voor. Toch niet overdag. Als je het licht uitdoet op de aarde, dan verschijnt er ineens een duidelijk stedelijk netwerk. Een netwerk van steden dat als een soort verlichte kerstslinger over de aardbol gedrapeerd is. Het zijn eigenlijk heel krachtige netwerken van communicatie, cultuur, financiële middelen, diversiteit, zoals er straks ook al aangehaald. En op dit moment zijn die steden voor klimaat een heel groot probleem. Ze nemen minder dan 3% van het aardoppervlak in, maar ze zijn toch verantwoordelijk voor 75% van de uitstoot van de broeikasgassen en verbruiken ongeveer 75% van de wereldwijde energie. Vanuit klimaatoogpunt is dat problematisch. Aan de andere kant, als je kijkt naar iets als de Arabische lente, waar heel veel analyses van gemaakt zijn, dan is één analyse die mist, is dat de Arabische lente ontstaan is als bewegingen die zich afspeelden in steden en in een stedelijke omgeving. De grote omwentelingen en keerpunten in de Arabische lente gebeurden op pleinen. Herinner ook Tiananmen bijvoorbeeld, een heel grote gebeurtenis in China die zich afspeelde op pleinen. En dat heeft te maken met het feit dat dat soort bewegingen ondersteund worden door een aantal heel belangrijke krachtige kenmerken van steden, waaronder het schaalniveau, het voordeel van nabijheid, krachtige communicatienetwerken, aanwezigheid van financiële middelen en een heel geconcentreerde samenloop van maatschappelijke functies waarop dat je kunt drijven. En het zijn net die kenmerken van steden die ze eigenlijk tot mogelijk de meest duurzame oplossingen maken voor samenlevingen op onze wereld. Op dit moment zijn ze niet duurzaam, maar ze hebben eigenlijk alles in huis om wel de meest duurzame samenleving vorm te worden. Als je naar klimaat kijkt, dan zitten we nu in 2013. En vanuit technologisch oogpunt wordt er gefocust of gekeken naar energie. Maar we moeten eigenlijk ook heel sterk bewust zijn van het feit dat na de energieuitdaging er een materiale uitdaging ligt. De materiale schaarste, er wordt al wat over gesproken, maar nog niet zoveel aan gedaan. En daarna een ruimtelijke uitdaging. En om bijvoorbeeld die ruimtelijke uitdaging aan te geven, zeggen de prospecties op dit moment dat tegen 2050 ongeveer 80% van de bevolking in Europa in steden zal leven. Misschien zegt dat nog niet zo heel veel, maar Jeffrey West heeft daar een heel pakkend cijfer op gekleefd. Hij heeft berekend dat volgens de huidige prognoses tot 2050 elke week meer dan 1 miljoen mensen aan steden zullen toegevoegd worden. Dus elke 7 dagen komt er 1 miljoen mensen bij in steden tot 2050. Om aan te geven wat het is. Nu, waar we op Vito proberen bij na te denken is, hoe gaan we oplossingen formuleren? Er zijn beperkte middelen, er is een beperkte tijd. Gaan we dan elk van die oplossingen proberen apart aan te pakken of gaan we proberen om die te integreren? Gaan we, als we energieproblemen aanpakken, alleen een energieprobleem aanpakken of gaan we ook proberen om het ruimteprobleem en het materiaalprobleem aan te pakken? Wij denken dat dat heel belangrijk is om die dingen samen aan te pakken. En dan moet je systemisch gaan denken. En ik wil jullie nu meenemen in een korte wandeling. Ik ga proberen van in een aantal systemen die met steden te maken hebben, wat binnen en buiten te wandelen. Ik ga dat doen soms vanuit technologische insteek, soms vanuit een insteek van de natuur, soms weer sociologisch. Dus ga gewoon mee, we gaan nadenken over heel concrete problemen, maar vanuit systemisch oogpunt. Want mensen
vertrekken niet en zeggen niet, schat, ik ga zelfs via een combinatie van mobiliteit en energie naar een logistiek distributiecentrum om daar met een ruilmiddel binnen een onduurzaam economisch systeem producten van een precisielandbouw te kopen. Mensen zeggen, ik ga boodschappen doen. Ik zag dit beeld voor de eerste keer op tv. En het frappeerde mij, omdat op tv zag je een full-size bezoeker van die dwergendorp in China proberen in een van die huisjes binnen te geraken en die paste daar niet in. En ik vond dat heel fascinerend, want het is een soort systeem, een echt dwergendorp, waar de omvang van het huis is aangepast aan de bewoner. En daar zit een logica in. Dieren doen dat eigenlijk ook. Je zult nooit een konijn in een beerhol zien kruipen. Konijnen hebben een klein holletje, dat is lekker en warm. Dat kun je eigenlijk met je eigen lichaamswarmte je huis bijna verwarmen. Iglo's werken volgens een gelijkaardig systeem. Dus wat zou dat geven als je zou nadenken van we gaan huizen aanpassen aan de grootte van de bewoners? Een logisch systeem. De vraag is dan, hoe groot zou de bewoner van dit huis dan moeten zijn? Als dat het principe zou zijn. Ik heb het even uitgerekend. Barack Obama zou ongeveer 25 meter groot moeten zijn, als dat principe zou gelden. Maar we weten dat dat niet klopt. En als socioloog klopt dat wel. Voor mij is dit huis wel aangepast aan de grootte van Barack Obama. Maar het gaat niet over een fysieke omvang, het gaat over status. In onze westerse samenleving zijn huizen en de grootte daarvan aangepast aan de status van mensen, niet aan de behoeften die ze hebben voor ruimte. Waarmee ik wil zeggen dat fysieke ingrepen in de organisatie van ruimte nooit gewoon puur materiaal of een materiële kwestie is. Op het moment dat je ingrijpt in ruimte, ben je aan het ingrijpen in het sociale. Ruimte en sociale verhoudingen zijn ongelooflijk sterk met elkaar verweven. Als je in een groep mensen ruzie wilt krijgen, is het bijvoorbeeld voldoende om de muur te zetten. Want op het moment dat je die muur in die groep zet, krijg je plaatsen voor de muur en krijg je plaatsen achter de muur. En als je dan naar klimaat en ecosystemen begint te kijken, dan heb je wind en zon. En dat wil dat zeggen dat je voor die muur soms uit de wind kunt zitten. Of uit de zon kunt zitten. Dus de plek voor en achter de muur worden van verschillende waarden voor verschillende dingen die je wilt doen. En dan ga je zien dat de machtige mensen gaan proberen om de beste plekken ten opzichte van die muur te gaan inpalmen en over te nemen. En na een jaar heb je dan bras. Dat is de impact van het structureren van ruimte, zelfs als je maar één muur zet. Dus je kunt inbeelden hoe complex dat steden op dat vlak zijn, van het enten van sociale systemen. Kunnen we dan principes zoeken die systemen dan toch structureren en die toch een effect hebben op bijvoorbeeld energieefficiëntie? Laten we kijken naar de kikker. Kikker is een heel efficiënt systeem als het op energie aangaat. Die zit eigenlijk altijd stil en beweegt alleen als het nodig is. Dat zou misschien wel een leuk systeem kunnen zijn voor een stad. Kunnen we een stad niet ontwerpen dat ze alleen beweegt als het nodig is? Nou, zeg de technologen dan. De roltrap, dat is toch een mooi voorbeeld. Dat beweegt alleen als het nodig is. Echt een geweldige oplossing en we zijn bezig zoals de natuur. De vraag is alleen, als je een technologische oplossing ontwerpt, gaan mensen zich daar ook naar gedragen? Gaan mensen dan ook alleen maar bewegen als het nodig is? Nee, mensen doen dat niet. Waarom? Omdat niet alleen een huis ingebed is in sociale systemen en status, maar ook bewegen is daarin ingebed. Mensen gaan 's avonds naar de fitness, niet omdat ze willen bewegen, maar omdat ze zich een levensstijl willen aanpassen. Ze willen mensen zijn die bezig zijn met gezondheid enzovoort. En systemisch denken zegt dan van, ja, maar laat ons eens even terug herdenken wat dat de functie is van dit soort roltrappen, het overbruggen van hoogte. En laat ons eens kijken met welke problemen dat we geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld toenemende obesitas in de samenleving, energieefficiëntie. Kunnen we dan niet een hoogtechnologische ontwikkeling uitdenken die probeert om aan zwaarlijvigheid iets te doen, die het probleem van tijdsdruk van mensen oplost door beweging te integreren in uw leven? En ook nog eens minder energie verbruikt. En als je daar heel hard over nadenkt, dan kom je bij dit. De meest hoogtechnologische, systemische oplossing om hoogtes te overwinnen en tegelijkertijd een aantal maatschappelijke problemen op te lossen. Waarom wordt die trap dan nooit gebruikt? Omdat hem niet snel genoeg gaat, hoort je heel dikwijls. We zijn sneller met de lift. En in de voorbereiding van deze talk ben ik daar hard over bezig geweest. Van wat is nu de rol van snelheid? In hoeverre heeft het eigenlijk te maken met ons jachtig leven in steden, dat we zoveel energie verbruiken, dat we zo onduurzaam zijn? Heeft het daarmee te maken?
En dat kwadraat in die formule wijst daar voor een stuk op. Die formule van energie zegt dat een klein beetje toename in energie leidt tot een meer dan evenredige toename in het energieverbruik. En dat is heel onduurzaam. We zijn dan tot de vaststelling gekomen dat eigenlijk het meest perverse rond snelheid te maken heeft met het feit dat we in dat veel van onze maatschappelijke systemen in een context van overvloed ontworpen zijn. We kunnen ons dat permitteren om sneller te gaan, waardoor dat we niet meer nadenken hoe dat we de andere richting kunnen uitgaan. En als je weet dat het halveren van de snelheid van alle voertuigen in onze samenleving leidt tot een besparing van 75% op energieverbruik, dan is het halen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen eigenlijk niet zo ontzettend moeilijk niet meer. Maar toch, omdat we overvloed hebben, omdat we het kunnen betalen, omdat we het ons nog kunnen permitteren, doen we niks met die snelheid. Maar ook op andere vlakken heeft die snelheid toch heel veel onduurzame impacten. Dus als je er naar gaat kijken, zit het verweven in veel systemen. Dit is de kant-en-klaar maaltijd. Daaronder stond eigenlijk snel en lekker. Over dat lekker wil ik het nu even niet hebben, over dat snel even wel. Want wat is het, de low-tech, de niet-technologische oplossing, is eigenlijk een moestuin waar je wortels gaat plukken en dan in een pot steekt in je keuken. Klassieke oude systeem, heel efficiënte keten. En waarom efficiënt? Ook omdat je geen transport nodig hebt van groenten. Want groenten bestaan voor een heel groot deel uit water. Dus groenten transporteren is eigenlijk water transporteren. Als je met moestuinen bezig bent, dan kun je eigenlijk zaad transporteren. Dat weegt veel minder en er komt ook een plant uit. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dat met de fiets kunt doen in plaats van met een auto. Het heeft die denkoefening ook heel... Ik ben zongedroogde tomaten op een heel andere manier beginnen kijken toen ik met deze denkoefening bezig was. Want zongedroogde tomaten is eigenlijk met kracht van de zon het water uit die tomaten halen en alleen de smaak vervoeren. Eigenlijk zijn zongedroogde tomaten onwaarschijnlijk duurzaam. Maar goed, snel kant-en-klaar maaltijden. Van boven zie je het klassieke systeem van de moestuin naar het bord. Dit is wat we ermee gemaakt hebben. Met al onze kennis, met al onze technologie, gaan we van die moestuin naar de machinale pluk, we vervoeren dat naar de fabriek, dat moet daar verpakt worden, geproduceerd verpakking, je vervoert dat dan naar de winkel, wordt bewaard in een koeltoog of een diepvries, gaat dan opgewarmd worden in de microgolf en komt dan op ons bord. Dat is de kost van snelheid voor onze samenleving. De snelheid heeft toch wel een bijzonder grote impact als je er systemisch naar begint te kijken. En mensen staan er niet meer bij stil, halen hun maaltijd uit de supermarkt en warmen dat op in de microgolfoven. Maar snelheid heeft niet alleen milieu-impacten of onduurzame impacten. Het heeft ook sociale impacten. Er is onderzoek, een heel uitgebreide onderzoekstroom, die onderzocht heeft in hoeverre dat de snelheid van leven in steden verandert met de grootte. En daar blijkt uit dat de stapsnelheid van mensen bijvoorbeeld veel hoger is in grote steden dan bijvoorbeeld op het platteland. En dat op zich is een vaststelling, maar de consequenties van die stapsnelheid zijn veel groter. Want er zijn onderzoeksploegen die zijn verder gaan en beginnen onderzoeken van hoe straalt die snelheid dan af op hoe dat mensen zich onderling gedragen. En dan blijkt dat de empathie van mensen veel kleiner wordt als ze zo snel beginnen te wandelen. Er zijn experimenten geweest met studenten die ofwel heel snel naar een aula moesten gaan of op gewoon rustig de tijd hadden, die dan, als ze snel naar een aula moesten gaan, gewoon voorbij een flauwgevallen student liepen. Ze hielpen die gewoon niet onder tijdsdruk. En zo zijn er veel andere voorbeelden waaruit dat blijkt dat toegenomen snelheid eigenlijk voor een lagere empathie zorgt voor mensen. En misschien is dat ook een van de redenen waarom er zoveel druk staat op ouderenzorg bijvoorbeeld. Op het moment dat die empathie verdwijnt, omdat we allemaal zo aan het jachten en jagen zijn, en de zorg voor ouderen die bij uitstek traag en kalm is, een rustige babbel, mensen die tijd moeten hebben om hun verhaal te doen, het past blijkbaar niet meer in ons systeem. En de vraag is dan, van, als je naar technologie kijkt, hoe komt het dat technologie ons daar dan toch niet bij kan helpen? Of er toch niet in slaagt om heel krachtige oplossingen daarvoor te vinden? En ik denk dat een deel daarvan te vinden heeft met de relatie tussen de directe behoeftes van mensen die ontstaan heel dicht bij mensen, heel decentraal op de plaats waar ze wonen. En als je naar de oude ambachten kijkt van vroeger, die waren zo heel decentraal ingeplaatst, heel dicht bij de mensen en ontworpen oplossingen die heel dicht bij de behoeftes van mensen stonden en daardoor ook heel adequaat waren en onmiddellijk werden opgepikt door mensen.
Wat wij gedaan hebben, is een wereld gecreëerd waarin het creëren van behoeftes een beroep geworden is. Als Bill Hicks, een van de grote stand-up comedians, het grote voorbeeld ook van PDW die onlangs gestorven is, fulmineerde tegen de marketeers en de commerciële mensen in deze wereld en letterlijk zei dat ze mochten doodvallen. Ik weet niet of ik hem volledig ongelijk kan geven. Er is nu een neiging om technologie te ontwikkelen en daar dan een bataljon mensen aan het werk te zetten die mensen moeten wijsmaken dat ze dat nodig hebben. En we moeten terug naar die behoeftes. Ik denk dat technologie zich terug moet enten. En daarbij niet alleen vooruit moet kijken. Niet alleen moet komen tot een punt waar de ene technologische innovatie naar de andere op de markt wordt gesmeten, zonder dat ze eigenlijk nog aardt in onze samenleving. We kunnen honderden dingen doen. Isaac Asimov heeft vorig jaar op een TEDx in Brussel, denk ik, dat heel mooi verwoord toen hij zei dat wetenschap op dit moment veel sneller kennis aan het vergaren is dan onze samenleving wijsheid. We doen zoveel, we kunnen zoveel, maar we staan niet meer stil bij wat we er eigenlijk mee moeten doen. Eigenlijk is alles er. En we moeten misschien ook eens durven terugkijken. En daarom ook deze foto. Deze foto is de vuilkar, of een van de vuilkarren van Schaarbeek. Schaarbeek heeft terug de vuilkar met paard en kar geïnstalleerd. En als je kijkt puur vanuit milieu-impacten, dat heeft natuurlijk geen impact, tenzij dat die paarden spruiten eten, maar voor de rest is de impact zo goed als nul. Het lawaai is minder. Maar daarnaast, in Schaarbeek, als je daar naar gaat kijken, dat brengt een ongelooflijke sociale dynamiek op gang. De kinderen staan te wachten op de vuilkar. De mensen die bij de vuilkar lopen, krijgen terug meer respect. Die doen hun job ongelooflijk graag. Dus het gaat over oplossingen die eigenlijk al bestaan. Dus het gaat niet alleen over het reconfigureren van systemen. Dat is heel hard nodig, dat heb ik proberen aan te tonen. Maar daarbij moeten we niet alleen vooruitkijken, maar ook achteruitkijken. Er bestaan al heel krachtige oplossingen. En technologie hoeft daar niet aanwezig te zijn. Dit is geen anti-technologieverhaal. Want heel die afvalophaling in Schaarbeek wordt geregeld via heel complexe IT-systemen. De planning van die vuilkar wordt opgemaakt met computers. Ik bedoel, dat wordt omkaderd door technologie. Maar ik denk dat daar vooral de rol van technologie moet zitten in duurzame steden. Is heel dicht bij de mensen, vanuit de concrete behoeftes, proberen om systemen te reconfigureren en het reconfigureren van die systemen te faciliteren. Ik zou kunnen concluderen, maar de titel was al bezet, met Mensen maken de stad. Ik heb het dan maar genoemd, we moeten vooruit met het verleden. Dank u wel.